Vinden dat ik voordat de voorstelling begint een enkel woord vooraf zou willen zeggen voor het gesloten doek. Dat is mijn gewoonte ook niet, maar voor vanavond is er wel een bijzondere aanleiding om dat wel te doen, om deze regel af te wijken. Deze prachtige bloemen die ik hier heb zijn niet bestemd voor Soezeek, zoals u misschien nog zou kunnen denken, als een late hulde meeleven met de vereniging die daar heeft plaatsgevonden. Nou ja, vereniging vindt het meer een fusie. vindt een soort fusie van Vollenhoven met Oranjeboom. Maar goed. Ik hoop hier in de loop van de avond nog even op terug te kunnen komen. Maar goed, ja. Daar gaat het nu op dit ogenblik, op dit moment niet over, dames en heren. Er is iets heel anders aan de hand. Ik zal het u snel vertellen. Het is namelijk vanavond de 10e april van het jaar 1965. Ruud van Veen zit van nee te knikken, maar ik weet precies waarom hij dat doet. Hij heeft het vergeten. Dat heb ik al een paar kleinigheden gezien. Hij heeft er niet meer aan gedacht. We hebben het er een paar dagen geleden nog over gehad, maar blijkbaar heb je de hele dag vergeten. Het is namelijk vandaag de 10e april 1965. Dat betekent, het is op de dag af, 12,5 jaar geleden, dat Ruud van Veen bij ons ABC-cabaret kwam. Dan gaan we dus nu met ons werkelijke programma beginnen. We hebben een groot programma. Het zullen we stellen. Je moet je wel gaan zitten hoor. En niet zo blijven hannissen. Wat doe je dan nou? Je moet even rustig. Leg die bloemen nou even weg en zo. Wat doe je dan nou eigenlijk? Wat, gaat hij afschuwelijk staan? Wat doe je dan nou? En neemt die jubilaris houding aan of zo. Dat moet je niet doen. Dat is vervelend. Je hebt mooie bloemen gekregen. En dat, je wilt toch niet dat ik je zal toespreken of zoiets? Nee, Hogeberg. Dat denk ik niet. We kennen elkaar veel te lang om toespraken te houden, dat ken ik helemaal niet. Wat moet ik dan doen? Als ik daar aan gedacht had, had ik er niet aan gedacht. Dan had ik, nee, dan had je niks gekregen. Vind ik zo vervelend. Wat moet ik dan zeggen? Moet ik dan zeggen dat we 12,5 jaar zo prettig hebben samengewerkt? Ja. En dat er nooit een woordje is gevallen, moet ik dat dan zeggen? Ja, zou je dat willen? En zou jij dan willen zeggen dat ik zo'n goede directeur ben geweest? Zou je dat willen zeggen? Als die zinnen allemaal gewisseld worden, nietwaar, dan denken wij er het ons over. Nou, dat kan niet. Daar betalen de mensen er goede geld voor. Laten we dat nou niet doen. Leg die vloggen weg. Ga zitten. Alsjeblieft, ga zitten. Het is zo vervelend. Daar kan ik helemaal niet tegenop. Ik weet nooit wat ik zeggen moet. Ik ben geen spreker. En ik weet niet wat ik zeggen moet of zo. Lach er nou over, dat vind ik heel vriendelijk, maar ik vind zo'n jubileumspeech, dat ligt me niet. Moet ik dat zeggen? Leg die boel er weg. Dat gooit de hele avond in de bouw. Moet ik dat doen? Moet ik dat zeggen? Nou ja, je wordt geapprecieerd door het publiek, dat heb je kunnen horen. Want ik zei, je was 12,5 jaar bij ons, hebben de mensen hard geklapt. En dat je door ons op de juiste waarde wordt geschat, dat kun je zien aan het prachtige cadeau. Want ja, neem me niet kwalijk, seringen en rozen in april, daar is heel moeilijk aan te komen. Wat moet ik dan nog meer zeggen? Dan moet ik, gewoon wat vreselijk. En niet alleen, het wordt toch een speech, ik voel het en alles. En niet alleen het werk wat je verricht in het cabaret, maar ook wat je voor de radio presteert, wordt door de NCRV op hoge prijs gesteld. Hij is van de NCRV, begrijp je wel? Hij is van de NCRV-stapel. Ja, dat is het. De mooiste zuil die we in Nederland hebben, dat is waar. Dat zeg ik nu niet omdat je jubileert, maar het is de mooiste zuil die we hebben, NCRV. Er is eigenlijk met die andere zuilen is nog alles moeilijkheid hier of daar. NCRV nooit. Die gaan recht door zee, die houden het stiefbeen stijf. Moet dat doen? Dat is NCRV. Ja, NCRV. Laten we dan eens ook weer. Oh ja, na het programma van attentie bij de NCRV is er een vloekwoord gevallen. Dat was heel raar.
Ja, maar gelukkig heeft de directie van de NCRV direct meegedeeld. Het was niet iemand van de christelijke omroep. Dat was prettig. Ja, gelukkig hoor. Het was gewoon een mens. Dus dat was veel mooier. Nou ja, wat moet ik daar nog verder zeggen? Dat wordt er allemaal speech. Natuurlijk. Dus iedereen van hoog tot laag in heel Nederland apprecieert je. Maar natuurlijk spreek je ook wel eens iemand. Dat is misschien wel leuk om dat vanavond nog even naar voren te brengen als je met alle geweld wil. Je spreekt ook wel eens hier of daar een persoon met een woord van kritiek. Mag ik dat ook zeggen? Zo sprak ik laatst iemand. Dat was misschien wel leuk om dat naar voren te brengen. Dat was een mevrouw. Dat was een dame. Heel leuk eigenlijk, hè? En heel leuk mens, hoor. Daar gaat het helemaal niet om. En die vond van het programma Ruritm, vond ze een leuk programma. Maar ze zei, er was te weinig fanfare in. Er moest meer fanfare in zijn. Ja, dat weet ik ook niet hoor. Het was mijn zuster, dus het zegt nog niet zoveel. Daarentegen mijn zwager, haar man en zo, die vond het niet. Dat is een hele andere figuur ook. Uiterlijk doet hij niet aan haar denken. Hè. Heel anders. Maar hij is zeer muzikaal. Muzikale oren, kan ze ook bewegen en zo. Erg leuk, heel leuk. Maar mijn zwager vond wel wat anders. Mag ik zeggen wat mijn zwager vond? Zal ik je zeggen wat mijn zwager vond? Die zei van het programma Kas Musette. Hij zei dat is te veel musette, te weinig kas. Dat vond mijn zwager. Ik weet het niet hoor, dan blijf ik er buiten, dat vond mijn zwager. Maar verder spreek je zelden iemand die... O ja, laatst sprak ik een meneer, mag ik dat ook nog zeggen? Laatst sprak ik een meneer, en dat is misschien ook nog wel leuk om dat even naar voren te brengen. En die zei... Je vindt niet erg als ik het zeg, hè? Nou, nu moet je horen, ik ook niet. Maar je moet je horen. Die man die zei iets wat misschien ook nog wel leerzaam is, ik weet ook niet over hoe verder hoor. Maar die zei, je gebruikte wat veel pedaal, kan dat? Dat zei die man, je gebruikte wat veel pedaal, dat vond die man. Kan dat? Ik weet het ook niet hoor. Wat veel pedaal, dat zei die man. Ja, dan moet je niet lezen. Hij verstrakt ineens zo, dat zei die man, dat zeg ik niet. Ik wil er de zegsman niet van wezen, maar die man die zei dat. Gebruikte wat veel pedaal. Ja, dat zei die man. Linker of het rechter? Wat? Het linker of het rechter? Ja, het linker of het rechter, dat zei die man. Dat zei die man. Wie dat zei, dat moet je nooit vragen, dat is niet leuk. Moet je nooit vragen, nee. Nee, dat is niet leuk, dat is gewoon. Nee, dat kan je natuurlijk niet rustig zeggen. Je zuster, je zwager, je schoonzuster. Nee, mijn schoonzuster heb ik juist niet genoemd. Nee. Die vond wel wat, maar dat heb ik opzettelijk niet willen noemen. Nee, moet je nooit zeggen. Nee, dat is niet leuk, dat gaat er niet over zeuren. Nee, dat is niet leuk, schrijf erover. Anonymous. Anonymous van Alphen, die heeft het gezegd. Nou, nooit over zeuren wie dat gezegd heeft, zo vind ik allemaal niet leuk, daar houd ik niet van. Nee, schrijf erover uit, vindt helemaal niet leuk. Ik heb spettig gezegd, dat moet ik... Oh, trouwens, hij zei het anders. Hij zei, je gebruikte misschien wat veel pedaal, dat heeft hij gezegd. Hij zei, je gebruikte misschien af en toe wat veel pedaal, soms, dat heeft hij gezegd. Dat zei hij. Zo was het, was dus anders eigenlijk. Hij schijnt erover uit, dat zo goed. En nee, dat vind ik zo vervelend. Ik heb al spijt dat ik het gezegd heb, ik had nooit moeten zeggen. Aardige man, maar ik heb er helemaal niet tegen. Heel aardige man, als dat ik nooit iets van zeggen. Dat is een man, een soort man. Die dit soort dingen, dat kan ik niet hebben. Ik ken hem heel goed, ik heb hem zoveel jaren. Hij heeft trouwens nog anders gezegd. Hij zei het kon als een toestel liggen. Heb ik dat gezegd? Ja. Nee, dat heb ik niet gezegd geloof ik. Nee, niet gezegd. Nou, hij heeft een kleine Philips, weet je wel, een kleine Philips heeft hij. En er zit een pedaalknop aan. En nou denkt hij dat hij de pedaalknop heeft laten aanstaan, daar is hij bang voor. En dan krijg ik alleen pedaal, begrijp je wel. En dan gebruikt Philips af en toe misschien wat veel pedaal soms. Dat is het eigenlijk, hè. Ja, dat is het gewoon eigenlijk, hè. Dat schijnt nou ruim, vervelende stemmen. Dus leuk, de stemmen juist en dan ga je helemaal lang. Lang zal hij leven, in de gloria, in de gloria. Die bimboor! Dat is een onbegrijpelijke avond, hè? Dat is een onbegrijpelijke avond. Oh, wat een prachtig jubileum, hè? Wat een prachtig jubileum.
prachtig jubileum, hè? Het 100-jarig bestaan van de muziekschool is er zo niet gezongen, laat je dat wel hebben. Nou, daar geniet je van, bij jou is het heerlijk, hè? Oh, wat heb je een heerlijke avond, ik zie het in je gezicht. Zoiets in jouw gezicht, hè? Ja, dat is wel leuk, dat vind je fijn. Ja, ik zie het, dat is... Pieter, uit! Wat zou je nou doen? Dat is een autoriteit. Ja, goed, doe het. Dat is een autoriteit. Ja. Een autoriteit op muziekgebied. Ja, op muziekgebied, ja, ja. Noem de naam. Nee, noem de naam. Noem nee. De man. Nee. Dat zal ik hem doen. Moet je doen, moet je doen. Dat zal ik hem doen. Moet je doen. Ik zal je de naam doen. Moet je doen. Wilbo Duis. Nee, daar had ik het gezegd. Nee. Rico Liemens. Wie is dat? Ik zal de naam noemen, op jouw verantwoording. Want de naam heeft een dermate autoriteit aan zich, dat er een dompel komt op de prachtige feestavond, de prachtige feestavond die we hebben opgezet. Op de dompel, op de feesttafel, op de feesttafel. En wat beleef? Zou je wat beleef? Goed, 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 goed. Goed, ik heb er niks meer schelen. Goed, komt de dompel op de zaal, op jouw verantwoording. Goed, goed, ik heb er niks meer schelen. Ik heb vanwege gepest, ik heb helemaal schelen. Als je wilt weten wie het gezegd heeft, dan zal ik het zeggen. Velzenboer. Velzenboer. Oude vriend Velzenboer, hartstikke. Oude vriend Velzenboer, oude vriend Velzenboer. Het is ellende, maar oude vriend Velzenboer. Ellende. Oude vriend Velzenboer. Ja, moet je er niet zo stom om te aan te lachen. Oude vriend Velzenboer. Wat zeg je nou? Is het een autoriteit? Oude vriend Velzenboer, of dat een autoriteit? Nee, nee, het zit niet op iets. Doodstil in de zaal, niemand reageert. Ja, dat is die domper, maar voor mij. Of de oude flipveldenboer, dat is een autoriteit zo zijn. 83 jaar blokfluit, en dan weer een vlucht. Dan word je zo vrij jubilaris, je weet je. U zal het niet willen geloven, elke avond moet hem hetzelfde aan het doen. Zou het nog wel leuk of dan zal ik met die prachtige bloemen doen? Om voor morgenavond bewaren. Ja. Ja. We hebben geen muziek. En het zou een leuke avond zijn kunnen. Is er iemand die muziek kan spelen misschien? Is er iemand? Stel even allemaal, kom muziek, kom niet weglopen. Er is toch ook tango. Tango, kom tango. Ik kom uit de geloof. Uit de coulissen. Uit de coulissen. Uit de coulissen zo toevallig geweest. Of op dit moment toevallig. Hij weet van niks. Het orkest is weggelopen. Je komt als groep. Het orkest is net gebeurd. Zijn orkest is weggelopen. Zo net zojuist zo even. Het is gebeurd. Ja. Is er ruzie geweest? Ja, ruzie. Nou ja, ruzie. Een woordenwisseling. Een bloemenwisseling. Zo. Heel vervelend. Ze zijn weg. Ja, weet ik het. Met de muziek mee, denk ik. Vandaan, ja, begrijp je, maar wat doe je daar dan? Daar sta ik te wachten op een kans bij Kant. Vanavond. Ja, nee, al jaren. Al jaren nooit gezien, dat kan niet. Nou, het is echt. Nooit gezien, altijd met dat ding op. Ja. Ik heb altijd gedacht, een brievenbus was het gekste. Je kan direct beginnen. Je ja, natuurlijk. Dus we zitten zeer onthand. Ik snap het. We hebben geen muziek. We kunnen ons oude nummer weer doen. Ja. Ja, met de tuchthuishouder alleen. Ik ging erbij, dat is toch leuk. Ja. Jaren gedaan, weet je nu weer. Ja. Voor gemobilisatie. Jongen, je verandert ook niks. Hè. Nee, je ziet er nog uit als 24. Wel, dat ben ik ook. Dat is leuk, ja. Ja. Ik ben er. Ja, dat is zeker. Ja, dat hebben ze vele. Dat laat ik al nooit tegenspreken. Ja, je verandert niks. Alleen dat ding is aan geworden, hè? Ja. Nou, we gaan beginnen. Speelt hij accordeon? Nee, dat is juist talent. Hij speelt geen accordeon. Hij is beperkt talent. Hij speelt alleen maar vleugel, begrijp je wel. Ik geloof niet eens dat hij piano kent. Nee. Dat is
zingen? Nee, zingen ook niet. Niet wat jij en ik kunnen. Niet dat recital werkt, dat is er niet bij hoor. Nee, dat is zo. Rit, laten we, ga jij gewoon spelen en zingen gewijs. Leuk, de mensen, wat zullen we, hij redt de avond, leuk hè? Ja, ja. Nou, even stil. Mag hem wel dankbaar zijn, leuk. Ja, even stil allemaal. Ja, even stil. Ja, even stil jongens. Gaan we even leuk hè, ja. Fijn. Even stil. Ja, even stil. Doe maar. Doe maar. Stil. Ja, stil. Stil even, anders kan hij niet concentreren, begrijp je wel? Nee, dat is het. Dat is een moeilijk orgel. Ja. Een moeilijk mens. Ik bedoel een moeilijk orgel. Doe maar gauw. Even stil. Leuk, even stil. Niet ja, zeg maar. Nee. Nou, zeg maar. Maar ik vond dit al, ik vind dit al keigoed hoor. Steengoed was dit. Ja, dat komt nog meer. Ik wou dat ken hij niet, hoor. Dat ken hij niet. Dat heb ik nog nooit gehoord. Als hij dat speelt, hoor. Dat ken hij niet. Dat is een pit in. Dat pit, dat heeft hij niet. Dat pep. De pet, dat is wel. Ja, pet, wat hij doet. Dat is leuk, hè? Even stil. Ja.